Dus als we gaan kijken naar het IOC, kennen ze dus twee regels. Eentje is dus, je mag je politiek niet uiten als atleet. En de andere regel is, wij passen als IOC politieke neutraliteit toe. Dat gezegd hebbende, wat mag je dan op dit moment wel en wat mag je bijvoorbeeld niet doen? En is dat dan ook te kenmerken, en daar worstelen wij als juristen altijd mee, als bijvoorbeeld een politieke uiting? Stel je nou voor, het knielen, wat de afgelopen jaar natuurlijk veel in het nieuws is geweest. Hè? Rond Kaepernick, die ging knielen. En eigenlijk wordt er nu op alle sportorganisaties, vindt het knielen als het ware plaats. En waarom wordt er geknield? Om als uiting tegen racisme en voor een meer inclusieve wereld. Maar dat wil het IOC dus helemaal niet. Want die zien dat en kenschetsen dit als een politieke uiting.